Wel, toen we 5 jaar geleden aan de school voorstelden, willen we voor u een quiz organiseren. En dan zeiden die ja, op voorwaarde dat het een quiz is voor de ouders van de kinderen. Wel, omdat het niet quizzers zijn en die niet gewoon zijn van gort droge vragen te krijgen, wilden wij van begin af aan de mensen amuseren. En een van die zaken zijn natuurlijk alle vragen doorspekken met filmpjes die dan meestal van YouTube komen. Oh, dat gaat echt van alles, hè. Dat zijn meestal leuke dingen of muzikale zaken, fragmentjes uit films, afgewisseld met proevertjes, met klankfragmenten. Om de 2 vragen is er wel iets bij. Maar er zijn inderdaad wel filmpjes gemaakt op voorhand met de kinderen van de tuimeling, die dus worden gebruikt als vraag of als antwoord in de quiz. Dus de ouders die hier zitten, zien nu dadelijk voor het eerst hun eigen kinderen acteren in kleine filmpjes. Filmpjes voorbereiden, dat vergt wel wat werk. We zijn met 3,5 jaar bezig aan de samenstelling van de quiz. Maar de filmpjes beperken we tot maximaal 45, 50 seconden. De eerste ploegen van deze quiz die winnen iets. Alle ploegen leggen een kleine geldsom in, 2 euro de man of zoiets. En daarvan wordt dan aan de eerste ploeg en de tweede ploeg geld uitgekeerd. Maar dat gaat naar de kinderen van die klas. Wat is een taxidermist bijvoorbeeld? En dan geven we 4 mogelijkheden, waaronder het juiste. Maar in dit geval gebruiken we inderdaad een van de kinderen om dat te doen. En dan zeggen die gewoon de vraag en dan filmen we dat. En dan geven ze ook het antwoord achteraf, dat hebben we ook gefilmd. En als wij dan de antwoorden hier geven, dan zegt bijvoorbeeld een van de kinderen, had u het juist, papa? Het fijne aan deze quiz is dat er een ambiance komt die je op andere quizzen niet ziet. Iedereen amuseert zich. Iedereen komt hier buiten met blozende kaken, prettige gedachten. En wetende dat zij absoluut niet afgegaan zijn.